start gevallen. Begin met een galoppade voor Florijn. Die wilde niks meer van weten naar de valse start. Leiding wordt genomen door Granada Rinka. Uitgeschakeld nummer 6, galop nummer 6. En aan de buitenzijde Downtown Susie. Daarachter volgt Chicolino. De buitenzijde gaat ook goed mee. Axtuter op weg naar de eerste bocht. De eerste bocht wordt nu ingedraaid. Granada Renka leidt met erop te vliegen. Tweede plek aan de buitenkant voor Downtown Susie. De derde plek aan de redingszijde is voor Chicolino. Galoppade voor dat zal wel. Uitgeschakeld nummer 9. Galop nummer 9. Foutje 6 AB ligt op dit moment op plaats 6. De favoriet en zo komen de deelnemers in de rechte lijn voor de tribune. Komt daar de aanval aan de buitenzijde. De aanval van Mark Verhulst wil de leiding graag overnemen met Downtown Susie. Downtown Susie, galoppade daar van Granada Renka. Hard lag aan kop, nu niet meer. Galop nummer 2. Maar dan gaan de laatste ronde in. Leiding in handen van Downtown Susie. Tweede plaats is voor Chicolino. Derde Axtuter. Vierde is Francisca. Vijfde plaats voor Foutje 6 AB. En twee lengte daarachter Esme Dumer. Meer paarden doen er op dit moment niet meer mee. En zo gaan ze de rechte bocht in. Leiding in handen van Downtown Susie. Die wordt gevolgd door Chicolino. Aan de buitenzijde Axtuter met Peter Rutting. Daarachter aan de relingzijde Peter Wortel met Francisca. Daarnaast in het tweede spoor Foutje 6 AB. En nu ook aangesloten bij dat vijftal is Esme Dumer. Paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. En daar wil Chicolino binnendoor bij de leider. De leider laat de relingzijde vrij. En daar gaat Chicolino naar binnen. Hoop geschreeuw daar. Want de beer denkt als ik hard genoeg schreeuw gaat hij niet meer naar binnen. En hij probeert het voorbeen ertussen te houden. Maar Downtown Susie heeft nu weer een lengte. Gaat terug naar binnen. Downtown Susie. Daarachter Chicolino. Dan Axtuter. Dan Foutje 6 AB. Wordt rustig op wachten gereden door Dickie Hoff. En daarachter Francisca en Esme Dumer. Zo gaan de paarden de laatste bocht in. Leiding nog altijd voor Downtown Susie. En die is inmiddels halverwege de laatste bocht. Downtown Susie. Tweede plaats Chicolino. Daar komt Foutje 6 AB aan de buitenzijde. Gaat nu voorbij aan Axtuter. Zo komen de paarden in de laatste rechte lijn. Downtown Susie is daar als eerste. Downtown Susie. Buitenzijde Foutje 6 AB. En de relingzijde Chicolino. Die drie paarden gaan het onderling uitmaken. Downtown Susie leidt. Nu gaat Chicolino het aan de buitenzijde proberen. En we gaan op weg naar de streep. Downtown Susie. Chicolino aan de buitenzijde komt wel iets dichterbij. Maar Downtown Susie heeft voldoende voorsprong gaat winnen. Downtown Susie wint. Chicolino is tweede. Derde Foutje 6 AB en vierde Axtuter. Want Downtown Susie is inmiddels goed in vorm gekomen. Won hij de laatste keer al en wint nu weer. Het paard wordt beter en beter, Mark. Klasse paard. Ik blijf het altijd zeggen. Nou, dat is makkelijk. En de trainingsgenoot deze van Kamstra won de vorige keer ook. Hoe is het met haar gesteld? Ja, hij werkt ook super, hoor. Dus ik weet het niet. Een beetje een rot nummer, maar voor de rest gaat het wel goed komen, denk ik. Kijk, dat gaat ook goed komen. Dan weten we dat voor de volgende koers. Als deze van Kamstra gaat starten zometeen met Johan van der Wal. Die de vorige keer als een Max Verstappen een debuut maakte. Eerste koers en direct winnen. Dan krijgt Mark nu nog de bloemen. En dat betekent dat hij daarmee de Grasbaan Drachtenprijs hier heeft gewonnen met Downtown Susie. En Downtown Susie is een fokproduct van de stal van Nierop. Een Liverman Hanover uit Opium Groenhof. Met als eigendom van de familie Verhulst. Namens heren, laat u een groot applaus horen. Want zij winnen hier de Grasbaan Drachten. Oftewel Downtown Susie en Mark Verhulst. De uitslag, dames en heren, is helemaal officieel. Winnaar is geworden de 3. Downtown Susie met Mark Verhulst wint ineens 17-6.